Lieve stripvrienden, hallo, daar zijn we weer. Ja, ja, het is een tijdje geleden, maar er is wat bijzonders aan de hand. Want weet je, vandaag ben ik bij een van mijn jeugdhelden. En je raadt het al, dat is Robert van der Croft. Ja, de tekenaar van onder andere George en Jimmy en Claire. Maar ik heb er is eigenlijk een wens in vervulling gegaan. Want ik heb een van de eerste pagina's van George en Jimmy in mijn privécollectie. En die wil Robert graag gaan signeren. En dat gaat hij nu doen. Dus we gaan even kijken hoe hij dat doet. Hoi Robert. Nou, dat is een eer. Ik ben echt helemaal blij dat ik bij je langs mag komen. En dat je ook mijn tekening gaat signeren. Ja, ik vind het heel leuk om terug te zien trouwens. Ja? Dit is de allereerste pagina die ik ooit gemaakt heb. Zo, maar ik heb ook de bovenhelft erbij. Even laten zien. Ja. Want er schijnt licht en ik zie nu dat de lettering. Er zit een lettering onder. Oh ja! Misschien had ik hem zelf eerst geletterd en. Ja? Dat kan ik niet zo goed herinneren, want hij is al bijna 50 jaar oud. Oké, okay. En wie zou hem daarna misschien nog kunnen gelet hebben? Martin Lodewijk nog of wat? Nee, dit is waarschijnlijk de officiële letterij. Ja. Ja, en ik denk dat ik hem. Oh ja. Ik zie hier een beetje het lettertype. Ja, ik heb hem eerst zelf geletterd, zie ik. En dat vonden ze niks, blijkbaar. Ze vonden je beter tekenen. Ja, houd maar bij tekenen. Ja. Ja. Nou, ik ben wel blij dat hij gesigneerd wordt. Ja. Dit is een pronkstuk in de collectie. De Barbas collectie. Uh-huh. Even kijken hoor. Sjoes en Simia bij tekenen. Leuk. Nou, het gaat nog heel soepel. Mm-hmm. Ondertussen zien we de gehele tekentafel, de originele tekentafel. Van Robert. Ik kan weer zien. Dit is een nieuwere Shoni-Chemie pagina, maar zo nieuw dat die nog niet eens af is. Oké. Okay. Die is voor de stripglossie? Stripglossie, ja. Ja. Dus we hebben een primeur. Ja, precies. Geweldig. Over een maand of drie verschijnt de volgende. Ja. En dan komt deze in. Nou, echt. Leuk, omdat hier zit bijna 50 jaar tussen. Zo. Ja, je ziet wel een klein beetje. Hè? Dat is het is wel echt ontwikkeld. Ja, maar toch ook nog heel erg leuk. Ja. Het is ook nog steeds heel leuk om te tekenen. Ja? Jimmy, ja. Een leuke strip. En Jan en Wilbert schrijven het nog steeds. Ja. Maar dat was trouwens deze pagina nog niet. Ze kwamen weer iets later bij. Ik zal even te verzinnen of ik weet wie deze geschreven heeft. Oh ja, Patty Klein. Oh ja, natuurlijk. Ja, die heeft heel veel geschreven. Ja. Nou, mooi zien. In een paar seconden hebben we gewoon het duo George en Jimmy erbij. En hij verscheen in de Apple. Ja. Nummer 40. Nummer 40 van 1975. Zo. Dat er niet bij. Nee. Op pagina 13 blijkbaar. Ja. Zo. Nou, ik ben helemaal blij. Het ziet er geweldig uit. Dankjewel Robert. Oké. Okay. Nou, wij gaan weer afscheid nemen. En dat doen we met de bekende. Doei dag. Okay. Hoi. Dankjewel. Hoi.